Aan tafel nu burgemeester Beenakker van de gemeente Tiel. Hans, natuurlijk de beste wensen ook van ons uit. Het oud opnieuw festijn en alles wat er omheen hing. Hoe is dat gegaan in Tiel? Nou, in ieder geval beter dan vorig jaar. Het goede nieuws is dat er in ieder geval geen grote incidenten in de stad waren. Dat is wel, denk ik, aan een aantal maatregelen hebben daarbij geholpen. We hebben meer aan de voorkant ook geïnvesteerd met de BOA's en de politie. Ook via het vuurwerkmeldpunt. Dat klinkt mooi, hè? Meer geïnvesteerd aan de voorkant. Ja, dat is een beetje ambtelijke taal. Ja, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat we zeg maar in de aanloop naar Oud en Nieuw hebben we de BOA's intensiever ingezet. Dat is wel het vuurwerkmeldpunt. Dat hadden we andere jaren ook al. Uh-huh. Dat hebben we, het vuurwerkmeldpunt hebben we ook eerder ingesteld. Eerder telefoon is ingesteld. En we hebben meer BOA's op straat gehad om dat te controleren. En ook als dat nodig was op hotspots, dus op plekken waar veel vuurwerkmeldingen zijn, politie. Er waren meer meldingen dit jaar, hè, van tevoren over vuurwerkoverlast. Ja, zeker in de begin al, hè, al wat vroeger in de aanloop naar Oud en Nieuw. En tijdens de jaarwisseling hebben we eigenlijk een aantal aanvullende maatregelen. Want we hebben altijd, en zoals dat dan heel mooi heet, een multidisciplinaire werkgroep die Oud en Nieuw voorbereidt. Er zit de politie in, er zit de brandweer in, daar zitten de BOA's in, de gemeente natuurlijk zelf. We hebben beleid vastgesteld voor de vuurtonnen. Dus er worden zeker in Tiel Oost, maar overal in Tiel wel veel vuurtonnen gebruikt. Nou, op zich prima, gezellig. Alleen er was steeds meer traditie om de hele grote hopen hout naast te gaan leggen. Die vervolgens, waarbij die hoop hout het vuur vatte en niet de vuurton zelf. Ja, dus vervolgens gaat die weg, smelt. Precies, schade, asfaltschade, ja, en gevaar voor omwonenden. Heb je... Dus daar hebben we regels voor gesteld, dat het dus, dat niet meer mag. Daar hebben we ook op gehandhaafd op die avond. Ik heb een aantal gebiedsverboden opgelegd aan jongeren die zich misdragen hebben vorig jaar in Tiel-Oost. Okay. Bij de achtbaan toen. Dus die hadden van mij een gebiedsverbod en ook een ernstig gesprek met de politie. Zeker. Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou ja, dat betekent dat als ze zich in het gebied laten zien, dat ze een forse boete gaan krijgen. En ze hebben zich niet laten zien. Nee. En er is ook een stevig gesprek gevoerd met de ouders en met de politie, met de jongeren. Voor de rest hebben we op een aantal plekken het toezicht, denk ik, dit jaar nog beter georganiseerd. Dankzij vrijwilligers uit de buurt. En daar ben ik wel heel positief over. Ja, dat is een mooi project, hè? Ja. Kun je dat precies vertellen? Hoe is dat gegaan? De aanzet daarvan? Waar komt dat vandaan? Ja, nou ja, we hadden altijd andere jaren, en dat hebben we dit jaar ook weer gehad, in de Molukse wijk toezicht vanuit Boer Hattie en gecertificeerde beveiligers, aantal die daar toezicht houden. En we hadden in Tiel West altijd een aantal buurtvaders, heette dat. Vooral uit de Marokkaanse gemeenschap die daar een rondje door de wijk liepen. Nou, dat hebben we nu eigenlijk intensiever gedaan in West. Dus er zijn 8 bewoners opgestaan in West, maar ook 8 bewoners in Tiel Oost. En dat was echt nieuw. Die hebben gezegd, is dat gegaan via Mozaïek? Mozaïek heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Okay. En onze wijkregisseurs. En die zijn opgestaan. In Tiel West zijn het eigenlijk grotendeels nieuwe mensen. Met verschillende achtergronden. En in Tiel Oost ook. En die hebben gezegd, ja, wij willen gewoon niet dat onze wijk vernield wordt. Wij kennen de jongens in onze wijk. We wonen daar zelf. Mm-hmm. En wij willen graag jullie helpen om ogen en oren te zijn op die avond. Ja, dat is natuurlijk top. Dus die hebben tussen 9:00 s'avonds en 2:30 s'nachts hebben die toezicht gehouden. Die hadden een directe lijn met de politie. Want op het moment dat het natuurlijk wat gevaarlijker wordt, dan moet natuurlijk de politie optreden. Nou, daar hadden ze een directe lijn mee. Dus, en ze zijn in het voortrekt begeleid door Mozaïek daarin, door ons als gemeente. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. En je hebt die mensen ook beloond, hè, onlangs? Ja, ze hebben sowieso een vrijwilligersvergoeding gekregen via Mozaïek van de gemeente. En ik heb ze ook nog uitgenodigd. Althans, een kleine delegatie ervan. We konden niet helaas 16 mensen ontvangen. En ik heb alle 16 bij monden van de mensen die er wel waren een pakket met streekproducten gegeven. Dat is het minste wat je kunt. Maar vooral als hart onder de riem, bovenop de vrijwilligersvergoeding, dat ik heb uitgesproken. Dat komt ook nog deze week in de krant te staan. En ik zeg het nu ook bij jou. Dat het ontzettend mooi is dat mensen in hun eigen wijk dit willen oppakken. Dus ja, bij deze de oproep aan de andere wijken. Deze mensen gaan in ieder geval volgend jaar ook door.
Geeft hoop voor de toekomst. Echt succes gehad. En een andere wijken de oproep, pak het ook op. Een Passewaaij bijvoorbeeld of een Tiel Noord. Dat is hartstikke goed. Toch zijn er nog links en rechts wel bushokjes gesneuveld. Ja, er zijn zeker ook een aantal dingen waar ik niet tevreden over ben. Ja. Nou, nogmaals, fijn, mede dankzij de inzet van vrijwilligers en onze voorbereidingen, dat er minder grote incidenten waren. Of geen grote incidenten. Maar er was wel veel overlast van zwaar vuurwerk. We hadden toch weer heel veel politie-inzet nodig deze nacht. En niet alleen hier, maar in ons heel gebied, eigenlijk landelijk. Wat natuurlijk zonde is op zo'n feestavond. Ja, en het derde punt is de schade. We hebben nu globaal inzicht dat we rond de 34.000 euro schade weer hebben. Dat lijkt veel, hè? Maar als je dat vergelijkt... Het is vergeleken met andere jaren vergelijkbaar. Vorig jaar zaten we iets hoger. Maar ik vind bijvoorbeeld een prullenbak die opgeblazen wordt, dat kost dan? Dat zou ik zo niet uit mijn hoofd durven te zeggen. Maar nou, de belangrijkste schade die we nu... Zomaar 2000 euro. Ja, de belangrijkste schade die we nu hadden was zeg maar het betonlaag op het Waterplein. Want daar is nog wel een brandje geweest, s'nachts. Op het Waterplein zelf. In Tieloost. En we hebben de twee abris bij de pont zijn weer vernield. Wat een behoorlijke schadepost is. En veel meer afvalbakken dan vorig jaar. Ja. Dus zo'n 50 afvalbakken zijn vernield door zwaar vuurwerk. Gelukkig is speelapparatuur en verkeerapparatuur, hè, dus de automaten, parkeerautomaten en het wegdek, daar is gelukkig geen grote schade aan. Dus dat is het goede nieuws, maar ik vind 34.000 euro altijd nog veel te veel. Ja, zonder geld, simpel zat. Nou, ik heb het idee dat je wel als gemeente zijnde de goede weg ingeslagen bent met project heette voorheen Prachtouders. Ik weet niet hoe het nu heet. Ja, het zijn eigenlijk de inwoners, vrijwilligers uit de buurt die dit oppakken. En dat behoeft wel verdere uitwerken. Ja, het mooie is dat ze ook een verschillende achtergrond hebben. Dus Marokkaans, Turks, Nederlands. Echt een hele diverse groep uit de wijk. Die ook de wijk goed kent. En goed in contact staan met ons. Wat heb je zelf gedaan op Oud en Nieuw, Oudjaarsavond? Ja, ik ben bij de briefing van de politie en de brandweer om 7 uur. En ik sta de hele avond in contact met de politie, dienstdoende politiechef, om te horen hoe het allemaal loopt. En of er al dan niet nog extra inzet nodig is. Ja, en om 12 uur toen het vuurwerk begon, heb je daar stiekem toch nog wel een beetje nagekeken als zijnde heel erg mooi? Nou, 4 vuurwerk vind ik altijd op zich best mooi. Ja. Maar want dat moet ik zeggen, sorry dat ik je even onderbreek. Ik heb nog nooit zo'n mooie, leuke nieuwjaarsnacht gehad. In de zin om naar vuurwerk te kijken. Okay. De harde knallen waren er niet. Nou, er werd nog steeds heel wat afgeschoten. Ik denk van nou, daar gaan een paar duizend euro in de lucht. Ene nog mooier dan de ander. Ik heb zeker 3 kwartier buiten gestaan. En normaal gesproken zie je me niet. Want ja. Dat is allemaal niet zo leuk. Ja, we hadden wel in de aanloop veel zwaar vuurwerk. Op het begin van de avond. Ja. En daar zijn natuurlijk ook veel schade uit voortgekomen. Maar ook niet alleen schade, maar ook overlast voor mens en dier. En daar moet ook wel een eind aan komen, dat hele zware spul. Siervuurwerk. Landelijk beleid natuurlijk. Siervuurwerk op 12 uur heb ik niet zo'n problemen mee. Ik weet dat collega's zeggen, je moet eigenlijk weer naar het totaal verbod doen volgend jaar. Nou, voor siervuurwerk zou het voor mij wat betreft niet hoeven. Maar we moeten wel een eind maken dat zware vuurwerk. Nou, dat is sowieso al verboden. Hè? Dus daar gaat een vuurwerkverbod niet voor helpen. Maar wat wel helpt, is een aantal dingen die ik belangrijk zou vinden. Eén is dat we inderdaad volgend jaar natuurlijk sowieso weer een vuurwerkverbod hebben voor het echte zware knalvuurwerk. Hè? Dus dan zou vuurwerk misschien wel kunnen. Maar goed, daar ga ik niet. Ik ga daar niet over, maar dat is mijn standpunt daarover. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind om dat zware vuurwerk tegen te houden, zijn eigenlijk 3-tal maatregelen die je volgens mij zou moeten nemen. Eén is dat je met België en Duitsland veel betere afspraken gaat maken, of überhaupt afspraken gaat maken over de verkoop van spul. Want het is natuurlijk van de gekke dat mensen dit spul gewoon in België gaan halen. Nou, als je in de EU heel veel afspraken over soms hele marginale dingen kunt maken, zou het hier toch ook van moeten kunnen. Tweede is dat je veel beter bij de grens gaat controleren. Want het gaat maar over een paar dagen dat mensen heen en weer rijden met de spullen. Dus waarom geen stevige grenscontroles op dat zware vuurwerk? Want het is echt levensgevaarlijk. Hè? Het ligt ook gewoon met mensen op zolder in de woonwijken.
Dus dat moeten we echt niet vergeten. En zorg gewoon dat je in de opsporing... ik roep dat natuurlijk vaker. Investeer in opsporing en recherchecapaciteit het hele jaar. Het nieuwe kabinet gaat dat gelukkig ook doen. Maar doe dat ook voor de opsporing van vuurwerk. Ja. Dus dat de pakkans van illegaal vuurwerk veel groter wordt. Nou, wat mij opviel was in die nacht, hè, waar ik het over had, dat er ook heel veel mensen op straat waren. En dat de sfeer hartstikke gemoedelijk was. En dat idee is al eerder geopperd om een soort op Tiels niveau een vuurwerkshow te geven. Waar mensen op af kunnen komen. Dat is natuurlijk in coronatijd een beetje lastig. Ja. Maar zou dat niet iets zijn toch voor de toekomst? Ja, ik zit er wel een beetje dubbel in. Aan de ene kant zal dat zeker voor een groep van Tielenaar een leuk evenement zijn. Aan de andere kant moeten we daar dan ook weer politie inzet voor gaan regelen om dat evenement te organiseren. Dat zal dan bijvoorbeeld op de Waalkade moeten. Ik denk dat je de jongeren en ouderen die zelf heel graag vuurwerk willen afsteken, die ga je denk ik niet verleiden om dat dan niet meer te doen en alleen naar die show te gaan. Dus ik heb een beetje de zorg dat we straks en een show te organiseren zijn met heel veel inzet die we toch al die avond nodig hebben. Van gemeente, politie, BOA's, et cetera. En tegelijkertijd ook nog het andere vuurwerk in de stad hebben. Dus ik weet niet of dat een oplossing is. Ik zou meer voor de lijn kiezen, sta siervuurwerk. Hè? Het vuurwerk wat iedereen eigenlijk mooi vindt, staat dat gewoon 12 uur weer toe. Als het goed is, staat dan volgend jaar niet meer de zorg onder druk, mogen we hopen. En ga zwaarder inzetten op het voorkomen van schade en overlast door het hele zware vuurwerk. Met de drie maatregelen die ik net noemde. Daar moet gewoon een zwaar verbod op blijven liggen. Nou Hans, laat ik het al zo zeggen. Idee 9 in de uitvoering en min 3. Je hebt gelijk. Ik denk dat het zo is. En als er een commerciële partij is die dat zou willen doen, kunnen ze natuurlijk altijd een vergunning aanvragen. Dat kan natuurlijk altijd. Ja. We blijven natuurlijk vol inzetten op de inzet van de vrijwilligers in de wijken, zoals we net genoemd hebben, wat heel goed werkt. Op een goede voorbereiding vanuit de gemeente en de partijen. Maar het blijft natuurlijk zonde dat we op zo'n avond het normaal blijven vinden dat we zoveel politie-inzet nodig hebben. Ja, ik durf, en schade hebben. En daar moeten we wel een eind aan maken. Ik durf het bijna niet te vragen nu. Van al met al toch tevreden. Ja, met €34.000 schade kun je niet tevreden zijn. Nee, tevreden niet. Eén, vanwege de enorme politie-inzet die ik liever gebruik om bijvoorbeeld de ondermijning in te zetten lopende het jaar. Twee is natuurlijk gewoon de overlast van het zware vuurwerk. En die heel veel mensen echt als overlast hebben ervaren. Drie, de schade. Ja. Dus tevreden ben ik niet. Maar ik ben wel gelukkig met het feit dat de inzet die we gedaan hebben en de vrijwilligers geleid hebben, dat we in ieder geval niet die grote incidenten hadden, geen IME nodig hadden. En die lijn moeten we echt met elkaar voortzetten. In maart komen de verkiezingen te gaan. Mag ik jou uitnodigen bij deze om begin februari daar eens over te komen praten? Wat de regels zijn, de spelregels en wat de burgemeester er zelf van gaat denken. Voor zover je daarover wilt praten natuurlijk. Ja, inhoudelijk, daar gaan de partijen over. Die mogen stevig campagne gaan voeren. Hans Beenhakker, daar heb ik alle vertrouwen in. Hans Beenhakker vindt ook wel wat. Jazeker, maar ik kan dat niet altijd zeggen. Maar ik wil wel vragen, vertellen natuurlijk hoe de verkiezingen georganiseerd gaan worden. Want dat zal helaas toch weer coronaproof moeten. Dus daar hebben we ook weer een aantal extra maatregelen voor. Dus, en we hebben een gezamenlijk belang. Hoe meer mensen er gaan stemmen, des te beter. Nou ja, daar wil ik me wel voor inzetten. Coronaproof verkiezingen. Maar ook zorgen dat de opkomst, want de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is echt nog veel te laag. Zeker in Tiel. En daar zullen alle partijen belang bij hebben. Die moeten echt fors omhoog. En daar ga ik me in ieder geval voor inzetten. Nou goed, bij deze uitgenodigd. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan.